En we gaan nog even door hier. We zijn zaterdag jongsleden begonnen, een week geleden. En mijn tentje staat daar. En ik slaap hier met enige regelmaat, als het niet al te koud is en als het niet al te lawaaierig is. Maar ik probeer het wel. Af en toe moet ik even thuis douchen. Gewoon in Amsterdam. Van de week hoorden we, ik niet alleen, wij allemaal mogelijk, dat ook de pensioenen onder druk komen te staan. Er is bij mij 45 jaar lang pensioenpremie ingehouden. En nou ben ik aan mijn pensioen toe, al een poosje. En nou zou het ineens afgebouwd gaan worden of minder gaan worden, 15% hoeveel. Nou ja, ik denk dat de gepensioneerden het niet zullen tolereren. Ik denk dat ze het niet zullen pikken en dat de mensen die het pensioen al reeds hebben, het pensioenfondsbedrijf, het pensioenfondsgebouw, misschien wel gaan bezetten of het plein voor het gebouw, net zoals wij dat hier nu doen. Het is hier ontzettend goed om te zijn. Ik heb zo lang zitten wachten totdat het eindelijk een keer van start ging hier. Eerst hadden we Tunesië, toen hadden we Egypte, toen hadden we Wall Street. Ik zat te wachten. Ik denk, wanneer begint het hier in Holland nou eindelijk keer? En eindelijk hoor, ja hoor, daar kwam het. We zijn begonnen, we zijn er nu en we blijven hier. Ik heb van de week al kerstversiering zien aankomen hier op het pleintje. Dus dat betekent dat we in ieder geval tot aan de kerst hier zijn. Van de week waren mijn kleinkinderen hier. Die hadden op het jeugdjournaal gezien dat dit aan de gang was. En toen zei hun moeder, mijn dochter, die zei van ja, opa is daar ook hoor. Oh, nou, dat vonden ze wel heel interessant. Dus ze zeiden van, dat willen we wel even zien. Dus ze kwamen hier en ze hebben mijn tent van binnen gezien en van buiten. En ze hebben het meegemaakt en ze waren bijzonder onder de indruk. En nou ja, er is ook nog een jonge dame hier, Sarah, die aan het filmen is voor een documentaire. En zij zit ook in dat beeld. Dus het wordt al allemaal prima. Wat ik nog wil zeggen, de donaties die we krijgen zijn echt grandioos. Dus heel veel dingen die hier staan, die grote tenten, die kleine tentjes. Het voedsel, het drinken, het fruit, de slaapzakken, de luchtbedden. Allerlei dingen die hier spontaan gegeven worden. De bouwondernemer die hier geweest is om hier zijn materiaal af te leveren. Hout en zandzakken om de zaken te stabiliseren. Dankjewel allemaal en we blijven hier nog een poosje. Zet hem op! U kunt op de bank blijven liggen of u kunt opstaan en gaan protesteren. Ik ben hier omdat ik wou protesteren tegen alle dingen die niet goed zijn en de banken, daar moet gewoon wat geld vanaf. Dit was mijn spraak. Hartelijk applaus voor Joni! Ik geloof dat de laatste twee sprekers...